Want mama en ik hebben hoog bezoek. Nou, Piet, ik geloof dat ik nog nooit zo'n braaf meisje heb gezien. Ongelooflijk. Ik denk wel dat ze een cadeautje heeft verdiend, Sinterklaas. Zeg, hebben jouw trouwe volgers misschien een vraag aan Sinterklaas? Ja hoor. De meest gestelde vraag is, waarom heeft u ieder jaar wel een intocht, maar geen uittocht? Nou, dat is omdat Sinterklaas niet zo houdt van afscheid nemen. Dan wordt hij verdrietig en dan ben ik maanden bezig om te troosten. Hé. Hey. Alsjeblieft. Oh, wow. Mama. Kom maar hier. Pak maar uit. Wauw. Ja, eindelijk heb je hem, schat. Ieder huis verdient een ooievaar. Nou, dit was weer een zeer productieve pakjesavond. Ik heb alles gekregen wat ik wilde, dus ik ben zeer tevreden. Jonge dame. En waarom zijn we nog niet aan het slapen? Omdat ik moet eerst nog mijn vlog afronden. Nou, dan doe ik dat toch. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken. En te abonneren op ons kanaal. Mam, je doet het helemaal verkeerd. Oh, is dat zo? Ja. En denk jij dat je het beter kan? Hè? Wijsneus? Hè? Mam, de camera staat nog aan. Oh jee, oh jee. Sst, mama slaapt. Maar deze vlog nog niet. Ik ga Sint en Piet uitzwaaien en jullie mogen erbij zijn. Nou, het wordt dus steeds spannender, want Sint en Piet waren dus niet in de haven. Maar ik geef het niet op, ik blijf doorzoeken. Ik loop nu aan de andere kant van Scheveningen en nog steeds geen spoor van... Wat is dit? Wat gaan ze hier doen? Hoe verstop je hier stoomboot? Blijf kijken, want ik blijf uitzenden. Dit gaat zoveel kliks opleveren. Hier zullen ze me niet zien. Wat spoken ze eruit? Alsof hij opbelt. Zien jullie wat ik zie? Dit kan niet. Nee. Nee. Maar joh. Ik geloof mijn ogen niet. Turn.